De Stichting Steden en Vrije Heerlijkheid, zoals die mooi heet. Wij korten dat graag af met SSVH. Die is ooit opgericht om eigenaar te worden van Ruïne Ravenstein. Een flink aantal jaren geleden is die overgekocht van de familie. En sinds die tijd zijn wij daar eigenaar van, onderhouden we hem en beheren hem en gebruiken we hem als uithangbord voor een aantal mooie activiteiten. Dat doen we met een beeldentuin, dat doen we met een roofvogelshow en ook met Magisch Heenvliet, wat voor dit jaar voor de derde keer op rij georganiseerd gaat worden. Ja, vanavond wordt hij officieel geopend en de verwachting is dat we zoals gebruikelijk ongeveer 4000 bezoekers per jaar hebben hier. En die natuurlijk zich laven aan de schoonheid van de tuin, maar ook aan het mooie werk van de kunstenaars. En de afgelopen jaren heeft dat steeds toegeleid dat sommigen ook wat kopen. En dat vinden wij daarmee leuk, want wij krijgen een kleine afdracht van die verkopen en daar onderhouden we onze ruïne van. Nou, ik heb hier in het beginsel heb ik dus het baard Bucephalus heb ik hier geëxposeerd. Of tenminste daar ook op diezelfde plek, de Bruine Kruisweg, daar het nu staat. En hier in de tuin heb ik dus ook wel eens geëxposeerd. En ik vind het hier zo'n fantastische en professionele aanpak en een schitterende omgeving. En toen heeft Pedita hier een keer geëxposeerd gestaan, een jaar. Want toen moest het weg van de gemeente vanwege vergunning. En toen dacht ik van ja, zal ik het beeld maar schenken. Ik ben 74. Het beeld weegt 6 ton. En als ik hem dus thuis moet verplaatsen, dan ben ik daar een aantal dagen mee bezig. En dat wordt zo zoetjes aan een beetje minder. Dus ik denk van nou, een mooie bestemming. En nou staat hij hier. Nou, ik heb in eerste instantie eens een keer een beeld gemaakt van een paard en gestrekte draf. Op deze manier. Dat beeld is toen aangekocht door de man van Ankie Vergrunsven. En toen wilde ik een keer, dat was in gestrekte draf, dus dat is meer een gecontroleerde beweging. En toen dacht ik van nou, een stijgeren, dat vind ik ook wel heel leuk. Dus toen ben ik aan de slag gegaan met Bucephalus. En ja, de opvatting dus van zo'n kopje, er zijn veel mensen die vragen dan naar een beeld. Dus ik denk van nou, ik ga een kleintje maken en dan, ja, dus dan kan de mensen met een wat kleinere portemonnee, die kunnen ook iets bekomen van mij. Wij noemen het niet voor niks de parel die heel veel mensen niet kennen in dit gebied. Er zijn zelfs mensen op het dorp die nog nooit bij deze ruïne zijn geweest. Dus dat ook, als je inspireert ons ook wel om hem te laten zien. Hij is destijds met publiek geld gekocht, als met een groot deel publiek geld. Dus wij hebben ook de verantwoordelijkheid om hem te tonen aan onze omgeving. En dan zijn we er best trots op dat je midden in het Rijnmondgebied 5-6 hectare schitterende tuin hebt liggen met in het midden die ruïne. En die je een paar keer per jaar kunt bekijken en waar je ervan kunt genieten. Het leukste is, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Nou, de reacties, dat is natuurlijk leuk. Maar ik heb heel veel voldoening met het maken van een beeld. En dat wil zeggen het idee. En dan het idee uitwerken en dan het maken. Dus het is ook, mijn werk is heel ambachtelijk. En het is eigenlijk een volledig scheppingsproces. En dat vind ik. En dan maakt het niet uit wat voor een onderwerp dat is, of dat een opdracht is, of dat het vrij werk is of zo. Dan, als ik eenmaal in het avontuur inzit van een project, dan kik ik erop. Hè? Oplossingen die je moet bedenken. Want het is natuurlijk zo, je begint ergens aan en daar doen we probleempjes op. En die probleempjes moet je dan oplossen. En die oplossingen die zijn ooit, die zijn verrassend mooi, zijn die ook. Dus het is moeilijk uit te leggen hoe dat allemaal in elkaar zit, maar ik hoop dat dit volstaat. Dank u wel. Het mooie is, dit werk doen wij met 90 vrijwilligers. En ik denk als je elke vrijwilliger zou vragen wat is nou jouw mooiste spot als het gaat over het werk wat we doen, dat je heel veel verschillende antwoorden zult krijgen. Er zijn mensen die slaan enorm aan met de kunst. Er slaan mensen aan die hebben echt genoeg om iets in die tuin te doen. En er zijn ook mensen die doen het sec voor die ruïne. Dus het is maar aan wie je het vraagt. Maar ik vind dit een heel mooi punt. Nou, we hebben net een nieuwe website gemaakt. Ruïneravenstein.nl. Daar kun je echt alles vinden over hoe we georganiseerd zijn, wanneer we open zijn, wat er te doen is en met wie je contact op kunt nemen als je ook hier zelf wat leuks wil gaan doen. Dank u wel. Stop, staat hierop.